Hallo allemaal, en namens Jury en mij van harte welkom bij deze wedstrijd op Old Trafford. Heb jij er zin in, Jury? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het een leuke wedstrijd wordt. Manchester City, Manchester United. De Manchester Derby, die al erg lang bestaat. De eerste, weet je dat, werd in 1881 gespeeld, man. Ja, maar natuurlijk is het wel zo dat, geloof ik, City is een paar jaar uit de Premier League geweest, Evert. Hè? En toen is die derby niet gespeeld. Ja, misschien in het bekertoernooi. Klopt. En dit is de formatie waarin Manchester United van start gaat. De ploeg begint in een aanvallende 4-5-1 formatie. Met deze formatie stapt Manchester City het veld op. Ze gaan van start in een offensieve 4-5-1 opstelling. Het blijft bijzonder om hier op Old Trafford te zijn. De voetbalgeschiedenis is zo duidelijk voelbaar in het stadion. Ja, wat een geweldig stadion. Echt, om daarin te mogen spelen, even, is fantastisch. Al is het maar één keer. Manchester City werd in 1880 opgericht als St. Mark's. Een kleine 15 jaar later kreeg de club zijn huidige naam. De grote rivaal van de club komt uit dezelfde stad, Manchester United. Ja, en de rivaliteit tussen de twee is natuurlijk weer flink opgeleid sinds City weer meedraait in de top en zelfs kampioen is geworden. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Bal voor de keeper. Clemenson. Oh ja. Hij houdt de bal goed laag. Dat is moeilijk voor een keeper. Uitstekende aanname. En meteen in de hoek prikken. Goed gedaan. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De eerste bal gaat er vandaag in. Moet je dat zien? Clemenson, doelpunt. Ja, jongen, dit is je tweede al. Ga je voor de derde? We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Silva, Jesus Navas, de verdedigers weten even niet waar ze het moeten zoeken. Clemenson, wat een snelheid. Schweinsteiger, goed werk van Manchester United en het is een goal.
Nog een goal. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen. Als ze het nou nog uit handen geven, Evert. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Wat een waanzinnig schot. Dit is pech hebben. Hij mist. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Hij herovert de bal met zijn tackle. Gaat dit hem worden? Een schot. Doelpunt voor Manchester United. Altijd leuk om als verdediger een doelpuntje mee te pikken. Ja, dat is hartstikke leuk. Hè? Dat je naast je gewone werk ook nog iets extra's kan doen voor je ploeg. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Echt spannend zal het vandaag niet worden. Kijk eens. En de keeper pakt die bal. Hard of niet hard? De voorzet komt eraan. Slechte voorzet zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Dit wordt menens. Ja, in het net. Alweer zo'n mooie aanval van Manchester. Ja, en ze waren al zo ver uitgelopen. Er komt geen einde aan, lijkt wel. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Wat gaat hij doen? Hij scoort. Het wordt een eenzijdige pot vandaag. Bal is over de lijn inworpen. Kolarov. Oei, Silva speelt zijn man totaal weg. Wordt de regel toegepast. Doe er wat mee. Vrije trap vanaf een voor hen gunstige positie. Vrije trap. Van zo'n grote afstand lukt het hem niet. Hij had misschien toch beter kunnen pasen. Ja, misschien wel. Maar hij schiet ze er anders ook wel eens in, hoor, van die afstand. De keeper krijgt het benauwd in zijn penaltygebied en zet het op een lopen.
Dat was gruwelijk mooi. En die zit. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Scheidsrechter laat doorspelen. Voordeel voor Manchester City. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Daley Blind. Schiet! En daar is hij dan. En de aanvoerder scoort. Hij geeft het goede voorbeeld, Evert. Hij heeft geen tijd nodig om de bal onder controle te krijgen en hij schiet meteen. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. En de keeper krijgt het op zijn heupen. Hij voelde zich zeker eenzaam in zijn doel. Want hij gaat op zoek naar gezelschap. Kijk nou. En Manchester United passeert de keeper en scoort. Hij heeft al twee keer gescoord. Is ze steeds weer te snel af. De goal vanuit een andere hoek. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Touré. Hij schiet. Ja! Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. De scheidsrechter fluit voor een overtreding tegen Manchester United. Snel genomen die vrije trap. Schweinsteiger. Op de dreef en
een schot. We gaan ons opmaken voor de corner. Kans op een counter. Ander Herrera. We zijn er klaar voor de hoekschop. Deze actie leidde tot het doelpunt. Een afstandsschot met de wreef, links op het doel. Manchester United. De bal is alweer onderweg, vrije trap snel genomen. De scheidsrechter fluit voor een overtreding tegen Manchester United. Alexander Kolarov. Kleberson. Probeert het. Hij scoort 3 keer. Dat zie je niet vaak, zo'n hat-trick. Uitstekend gedaan. Is nog eens rendement, Jury. Zijn 3e doelpunt en verdient ook nog. Ja, man van de wedstrijd, vind ik. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Over de lijn inworp. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Houdt hij het hoofd koel? Een schot. Hij probeerde het van grote afstand. Het verbaast me niet dat hij het probeert, hoor, Evert. Want hij schiet ze er nog wel eens in van die afstand. Goed weggedraaid, maar hij richtte niet echt goed op doel. Terug naar de keeper en het publiek begint te fluiten. Jesus Navas. Nee, daar gaat het balbezit en meteen weer druk zetten. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Ja, dat is hem. En dat is een 2e, nog eentje voor een hat-trick. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Zabaleta. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Eitje hoor voor de doelman. Schweinsteiger. De verdediger blokkeert dat schot. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Hoge bal richting strafschopgebied. Kleberson. Ze hebben de bal veroverd. Kijken wat ze ermee kunnen.
Wordt dit wat? Drie fantastische doelpunten maken een geweldige hattrick. Heel mooi om hem aan het werk te zien. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. En weer terug die bal. Schweinsteiger. Daley Blind. De doelman heeft vandaag wilde plannen. Kijk eens even. Dat was. Hij zet hier een fantastische hattrick op zijn naam. En het waren nog mooie doelpunten ook. Nummer 3. En dat maakt een hattrick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. Manchester United. Kolarov. Daley Blind. Schweinsteiger. En dat is raar. En hij maakt zijn tweede. Hij is niet te houden vandaag. De goal vanuit een andere hoek. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Silva. Jesus Navas. Vrije trap voor Manchester City. En niet iedereen is het daarmee eens. En die vrije... Ja, en nu? Aguero! Hij zit erin. Wat een schitterende volley. Loeihard. Ja, die neemt hij geweldig op de vreef. Oh, als de lat een millimeter dikker was geweest, dan had hij niet gezeten. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. En die bal gaat er nog bijna in ook. Wat een schot, zeg. Fraai, goed gedaan. Mooi schot. Tjonge jonge zeg, hoe hoog over kun je schieten? Laten we dat doelpunt nog een keer bekijken. Ja, Man United.
Je zag dat hij erin zou gaan als hij hem goed tegen zijn hoofd aan kreeg. Ja, wat een geweldige goal. Schitterend gekopt. Ja, op zo'n kopbal heeft het doelman geen verweer. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Silva. Luke Shaw. Kijk nou. Eens kijken wat hij met deze hoekschop kan. Matteo Darmian. Het gevaar blijft. Krijgt zijn schoen erachter. Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk een doelpunt. Petje af hoor. Doelpoging. Hij heeft een hattrick op zijn naam. En wat een geweldige doelpunten. Alle drie. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om drie keer te scoren even. Nou, het scorenverloop begint nu al eenzijdig te worden. Goeie baas weer. Puike wedstrijd speelt hij deze man. De eerste helft zit erop en er staat een hele hoge stand op het bord. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Ja, weergeloos Evert. Hè. Het is ongelooflijk als je dat ziet. Hij scoort doelpunten alsof het niets is. Ja, en ook het plezier straalt er vanaf. Hè. Hij wordt onder luid applaus naar de kant gehaald. En wat heeft hij een belangrijke rol gespeeld vandaag? Ja, zeg dat wel even. Deze speler heeft zijn hele team op sleeptouw genomen vandaag. En het zal me niet verbazen als hij straks de wedstrijdbal mee naar huis neemt. We gaan de tweede helft in hier op Old Trafford. Hij schiet. Oh, hij scoort. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Geen aanspeelmogelijkheden dus, maar weer een tikkie terug. De doelman heeft vandaag wilde plannen. Kijk eens even. Kijk eens. Dat is een goal. En de invaller zet zijn stempel op deze wedstrijd. Goal vanuit een andere hoek. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Manchester United. En hier zien we het aantal overtredingen. Kleberson. Dit wordt menens. Scoort voor Manchester United.
evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. Die paas mislukt, bal over de zijlijn, ingooi voor de andere partij. Daley Blind. Ja, dit gaat goed. En daar is hij dan. Aanvallen, dat doet deze achterhoede speler af en toe. En dan nog een doelpuntje pakken ook. Ja, dit is nou het voorbeeld van echt zo'n aanvallende verdediger. Mooi om te zien. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Aguero. Manchester United herovert het balbezit. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Dan schiet hij. Dat was een snoeihard schot, maar de keeper redt knap. Kijken we naar de corner. En daar gaat hij met de staart tussen de benen. Hij had gewoon zijn dag niet. Nee, hij liet de trainer maar één keus en dat was een wissel. Ja, hij moest er gewoon af en snel vergeten deze wedstrijd. Kolarov. De scheidsrechter fluit voor een overtreding tegen Manchester United. Sterling. Over de lijn inworp. Schweinsteiger. Kleberson. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Manchester United. Het spel wordt hervat met een vrije schop van Manchester City. Nasri. Daar komt weer zo'n voorzet. Ja hoor, goed gevangen. Keeper reageert prima op die voorzet. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Gaat op het doel af. En Manchester United passeert de keeper en scoort. En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Ander Herrera. Doelpoging. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. En zo kwam dat doelpunt tot stand. Manchester United herovert het balbezit. Daley Blind. Valencia.
Hij schiet. Ja, Man United. Ja, jongen, dit is je tweede al. Ga je voor de derde? Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. Kleberson op de dreef en een schot. En die hangt. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Ja, en nu? Tussen de palen. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Er zijn spelers mee. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Daar is hij dan. Hij speelt zichzelf vrij en haalt vernietigend uit. Wat een geweldige trap heeft die man toch. Wat een schitterend schot van grote afstand. Wat een weergaloos schot. Vrije trap voor Manchester City. En niet iedereen is het daarmee eens. Vincent Kompany. Bal is over de lijn ingooi. Substitution taking place. En daar gaat hij met de staart tussen de benen. Gewoon zijn dag niet. Nee, hij liet de trainer maar één keus en dat was een wissel. Ja, hij moest er gewoon af en snel vergeten deze wedstrijd. Sterling. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Over de lijn, ingooi. Ander Herrera, Daley Blind, Luke Shaw, een schot. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Oh, ze zijn de bal kwijt. Bal blijft in het spel.
Delft. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Loeihard, een gevaarlijke situatie. De bal wordt naar voren gewerkt. De bal gaat uit, inworp. Luc Shaw. Kleberson. Wat gaat hij doen? En daar is hij dan. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Schweinsteiger. Daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Ander Herrera. Hij gaat uit. Ja, en nu? Allemachtig doelpunt. Hij had er al één op zijn naam staan en maakt er nu nog één. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden. De bedoeling was een paas, maar naar wie? De bal gaat over de zijlijn. Luc Shaw. We wachten op de corner. Zo, die supporters gaan uit het dak alsof de wedstrijd al gewonnen is. Wat een oorverdovend lawaai, man. Ja, even prachtig toch. Ze zijn blijkbaar tevreden met de prestaties van de ploeg vandaag en terecht. En zonder dat hij onder enige druk stond, lukte het hem niet de bal in het spel te houden. De hoekschop wordt voorbereid. Die komt. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Aguero! De bal komt terug van de lat. De doelman is ongelukkig. Via hem verdwijnt de bal in het doel. Hij werkt de bal in eigen doel. Wat zal die balen? En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, dat is toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Kleberson. Hij neemt hem. Hij zit. Uiterst beheerst afgemaakt hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is.
Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. We hebben nog 8 minuten. Hier komt de hoekschop aan. De bal gaat over de achterlijn en dus een doeltrap. Zijn goal nog even mooi in beeld gebracht hoor. Hij gaat zo laten zien wat hij met een corner kan. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Het is een ingooi. Hij loopt met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers nog eens horen. Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe. En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. Een doelpunt zou ze op dit moment goed uitkomen. Evans. Eens kijken wat hij met de hoekschop gaat doen. Aguero. Misschien dat een snelle goal iets bij ze teweeg zou kunnen brengen voor het vervolg van de wedstrijd. Nou, dit was niet zo'n beste corner, even. Evans. Dat was gruwelijk mooi. Wat heeft hij voor ons in petto? Een overzicht van de hoekschoppen. Evans. En die komt op de lat, dan gaat het veld weer in. Kleberson. Schiet. Dit is het. Daarmee valt er niet meer te twijfelen aan wie de wedstrijd gaat winnen. Nee, ze waren absoluut de betere ploeg en verdiende overwinning, zou ik zeggen. Ja, en dit is natuurlijk geweldig om het zo af te sluiten. Ze stonden al voor, maar dan nog dit doelpunt erbij. Fantastisch. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Hij speelt de bal terug. Daar is het publiek het niet mee eens. We gaan ons opmaken voor de corner. En hier zien we hoe die bal erin ging. Geen risico hoor. Weg met die bal. Gaat op het doel af. Ze geven er nog niet op. En dat is natuurlijk te prijzen. Luke Shaw. Terugspeelbal op de keeper. We krijgen zo de hoekschop te zien. Javier Hernandez. Ja, en nu? Doelpunt voor Manchester United.
Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. Ze zijn niet af te stoppen en ze blijven gewoon scoren. Geweldig. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Nasri. Javier Hernandez. Hij heeft een sterk schot in de benen. Goed werk van Manchester United en het is een goal. Alsof het nog niet erg genoeg was. Dit komen ze niet meer te boven. Nee, wat hun betreft kan de scheidsrechter net zo goed affluiten. Nog een doelpunt even, dus die anderen worden helemaal ingemaakt. Dit, het duel zit erop. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Wat vond je van Schweinsteiger? Nou, hij maakte wel echt het verschil. Ja, en dat wordt beloond met de wedstrijdbal.